Paarden gaan de laatste bocht nu in en Kooiman leidt met een lengte met Kaboom. Kimberly Swish komt er nu langzaam achter vandaan. Cathy Monami gaat mee en daar gaat naar het derde spoor Kiria Smart. Halverwege de laatste bocht gaat Kaboom nu de versnelling inzetten. Nu gaat Kaboom versnellen, maar dat doet ook Kimberly Swish. Kaboom aan de binnenkant, galoppade daar van Kiria Smart. Kaboom aan de binnenkant, Kimberly Swish aan de buitenzijde. Ze liggen precies gelijk nu. Aan de binnenkant Kaboom. Kaboom aan de binnenkant, Kimberly Swish aan de buitenzijde. Kimberly Swish aan de buitenzijde is er wel naast, maar nog net niet overheen. Laatste stuk. En nu is hij er wel overheen. Kimberly Swish wint voor Kaboom. Bas Krebas blij hier in de studio. En plaats 3 daarachter is voor Cathy Monami. Een PD 1-2. De 4 wint voor de 5. En dan de 3. 4-5-3 voorlopig. Bas, tevreden? Ja, super tevreden. Maar anders dan ik dacht. Ja, dat zei Dennis, super cool bloedig gereden. Top. Ja, en Kaboom van kop af. Dat kan, maar het hoeft niet. Maar het ging niet slecht. Nee, loopt ook goed. Maar misschien ook dat ook de baan wat te zwaar is voor Kaboom uiteindelijk op tent. Ja. En misschien was het toch het wonder van Kimberly zonder ijzers wat lukt. Hard gewonnen, hè? Ja, niet helemaal vol gespand. Ik had verwacht die om de kop te nemen, maar ja, die was al bij de start weg. Dat was een gelukje. Ik kon even mijn tempo naar mijn hand zetten en ton de kop mee. Ja, die viel stil, het laatste stuk. Nou, je stil. Ik zet er niet zo erg door als ze de anderen had gedaan. En deze maakt het fantastisch uit. Ondanks dat ze geblesseerd is geweest, hebben ze toch weer een hele goede comeback gemaakt. En de blessure lijkt compleet achterwege. Auto komt de rechte lijn in 100 meter nog. Galoppade van Cordaira Rensuma. Kondigde ze voor de start al aan en ze doet het ook bij de start. Galoppade dus van de favoriet en de paarden zijn onderweg. En de leiding wordt heel makkelijk genomen door Kimberly Swish. Kimberly Swish, daarachter Cathy Monami. Dan volgt Kaboom, die kan mooi in parkeren. En Kiria Smart ligt op plaats 4. Allemaal achter elkaar, PD op plaats 1 en 3 op dit moment. Daartussen ligt Cervé Das in de PD Sandwich. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen van Kimberly Swish. Kimberly Swish, daarachter Cathy Monami. Dan volgt Kaboom, de eerste keus van de stal als het op de training aankomt. En daarachter op de vierde plek Kiria Smart. Zou wel eens een tussenaanval kunnen komen van Kiria Smart. Want die gaat eigenlijk het beste van kop af. En het lijkt er inderdaad op alsof die nu ook onderweg is naar voren, Misha Brouwer. Dat is nog niet het geval. Maar er is wel een andere deelnemer onderweg naar voren en dat is Kaboom. Kaboom en Tom Kooiman gaan onderweg en dan kunnen ze heel makkelijk de leiding overnemen van Kimberly Swish. Kimberly Swish nu op plaats 2, Cathy Monami 3, wordt sterk gehouden. En de vierde plaats blijft voor Kiria Smart, die dus vandaag zeker niet van kop af gaat. Want als hij nu gaat rijden, dan krijgt hij de kop zeker niet meer. Hij zal van achteraf moeten komen. Kooiman leidt de dans en zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune met straks nog één ronde te gaan. Fokkers trofee voor Merries met €3.650 voor de winnaar. En het is Kaboom die leidt. Kaboom, Kimberly Swish, dan Cathy Monami en dan Kiria Smart. Klein maar fijn veldje. En ze gaan op weg naar de slotronde. Tempo ietsje naar beneden nu. Kaboom leidt. Kaboom, Kimberly Swish, dan Cathy Monami en Kiria Smart. Geen wijziging en zo gaan ze de voorlaatste bocht in. Kaboom die beschikt over een explosief stukje speed. Kooiman kan daar nog rustig mee wachten, want er komt geen aanval van achteraf. Tweede plek blijft voor de trainingsgenoot en stalgenoot Kimberly Swish. Daarachter op plaats 3, niet Cordaira Rensuma, maar Cathy Monami. En daarachter volgt dan Kiria Smart. Uitgeschakeld is Cordaira Rensuma. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Kooiman begint met de lijnen iets te bewegen. Tempo gaat ongetwijfeld ook ietsje omhoog. En het is Kaboom die nog altijd leidt. Kaboom, daarachter Kimberly Swish. Dan gaat Cathy Monami een halfspoortje naar buiten. Dan doet Kimberly Swish dat ook. En dan doet Kiria Smart dat ook. En nu gaan die voorste twee weer terug naar binnen. En blijft alleen Kiria Smart aan de buitenkant hangen. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En Kooiman leidt met een lengte met Kaboom. Kimberly Swish komt er nu langzaam achter vandaan. Cathy Monami gaat mee. En daar gaat naar het derde spoor Kiria Smart. Halverwege de laatste bocht gaat Kaboom nu de versnelling inzetten. Nu gaat Kaboom versnellen, maar dat doet ook Kimberly Swish. Kaboom aan de binnenkant, galoppade daar van Kiria Smart. Kaboom aan de binnenkant, Kimberly Swish aan de buitenzijde. Ze liggen precies gelijk nu. Aan de binnenkant Kaboom. Kaboom aan de binnenkant, Kimberly Swish aan de buitenzijde. Kimberly Swish aan de buitenzijde is er wel naast, maar nog net niet overheen. Laatste stukje en nu is hij er wel overheen. Kimberly Swish wint voor Kaboom. Bas Krebas blij hier in de studio. En plaats 3 daarachter is voor Cathy Monami. Een PD 1-2. De 4 wint voor de 5 en dan de 3. 4-5-3.